Yo mensen en welkom bij een nieuwe praatvideo. Vanaf vandaag is het nieuwe themagebied in Walibi Holland geopend. Of ja, beter gezegd het vernieuwde themadeel. Want de WAP Plaza, oftewel het gebied waar Speed of Sound en al die attracties liggen, hebben ze afgelopen winter omgebouwd tot een nieuw themagebied. En dat gebied opent vandaag samen met het pretpark zelf. En ja, daar gaan we het vandaag eens over hebben, wat er allemaal nieuw is. De afgelopen jaren heeft Walibi Holland natuurlijk het hele park omgetoverd tot allemaal themagebieden, waaronder bijvoorbeeld Wilderness, Speed Zone, Exotic, Zero Zone en vorig jaar Speed Zone Off-Road. Wat betekent dat WAP Plaza zowat het enige gebied was in het park dat nog zijn oude stijl had. Maar vorig jaar hadden we al vernomen dat Walibi Holland in 2024 weer een themagebied wou vernieuwen. WAP Plaza, het gebied dat bestond uit Boomerang Coaster Speed of Sound, Zweefmolen Super Swing, Carousel Merry Go Round, Watergevecht The Splash Battle, Spinning Vibe, Restaurant Club WAP, Arcadehal Suggershot, De Pratende Fontein en een speeltoestel. Suggershot werd in 2022 al opgeknapt. Net als bij de andere gebieden zal dit nieuwe themagebied bestaan uit het zogeheten Festivalization. Moderne, hedendaagse sferen, zoals je dus ook veel op festivals ziet. Eind 2023 kwamen we er dus achter dat Walibi het gebied WAP Plaza de naam Playground gaat geven. WAP Plaza, dat werd toegevoegd in 2011, stond de laatste 12 jaar in het teken van muziek. In het teken van de rockband WAP and the Skunks. Playground daarentegen moest een speels en vrolijk gebied worden. Met felle kleuren en decoraties geïnspireerd op speelgoed. De meeste aandacht gaat uit naar Club WAP, oftewel het restaurant. Dit gaat een Barbie-achtig uiterlijk krijgen, met veel rozen. De zweefmolen, de Superswing, wordt blauw. Voor de Spinning Vibe wordt meer gedacht aan een maritiem thema. De speelhal Suggershot is, zoals ik zei, een tijd geleden al aangepakt. En aan de Boomerang Speed of Sound verandert eigenlijk niks. Wanneer afgelopen winter de Bright Nights achter de rug waren, begon men aan de transformatie van dit gebied. Op 30 maart, oftewel vandaag, gaat het pretpark terug open en zal dus ook het nieuwe gebied al toegankelijk zijn. Maar dat geldt nog niet voor het restaurant. Het omgebouwde restaurant gaat iets later open. Maar om het nu eens over het restaurant te hebben, dit is hoe het er vroeger uitzag, dus vrij kleurrijk. Maar nu zal het dus allemaal roze gaan worden. En de naam gaat van Club WAP veranderen naar Yummy Tummy. Er komen 4 verschillende counters met elk een eigen assortiment. Na het bestellen van een gerecht krijgen bezoekers een buzzer mee. Zo'n alarm dat vaker wordt gebruikt. Als de pieper afgaat, wil het zeggen dat uw eten klaar is. Verder gaat men in Yummy Tummy ook koffie serveren van Starbucks. Verder het nieuwe uiterlijk van de andere attracties wordt onder andere de zweefmolen. De bovenkant van de zweefmolen wordt tegenwoordig vormgegeven als een tol. De Splash Battle moet een soort van brandweerspel voorstellen. En de Spinning Vibe tegenover de Splash Battle krijgt een waterthema. De namen van de attracties blijven echter allemaal hetzelfde. Nog maar een halve maand geleden zagen we op dronefoto's dat er in het gebied nog een hoop moest gebeuren. Ondanks eind maart het gebied terug openging. Ze waren vol bezig met het verbouwen van het restaurant. De pratende fontein was uit elkaar gehaald. De zweefmolen werd voorzien van een nieuwe houten vloer. En bovenop de Spinning Vibe verscheen een boei. En de molen is lichtblauw en roze geschilderd. Bij de Splash Battle kregen verschillende decorstukken een likje verf. We zien onder meer blauw, oranje, rood en roos. En bovenop het dak van het station staat te lezen Stoked to be soaked. En verder lagen er ook onderdelen klaar voor een nieuwe boog. Lichtblauw en geel, dat de nieuwe ingang van het gebied zal moeten worden. En ook aan de andere kant, als je vanuit de Hall of Fame naar het gebied wandelt, daar zal dus ook zo'nzelfde poort staan. Uiteindelijk verscheen het nieuwe uiterlijk van Playground ook op de plattegrond. We zien dus de Spinning Vibe die andere kleuren heeft gekregen en de zweefmolen. En we konden al een beetje een blik opvangen van hoe de nieuwe poort er ging uitzien. Maar een paar dagen geleden
zagen we hoe de poort er daadwerkelijk uitziet. De poort bestaat uit kleurrijke figuren. Ze lijken gebaseerd te zijn op het werk van de Spaanse kunstschilder Pablo Picasso. Links is een karakter van getuite lippen zichtbaar. Rechts staat een figuur van een enorme tong. Ze houden het logo van de themazone vast. Playground. Het speelgoed komt tot leven. Ook konden we op de nieuwe plattegrond bij Goliath en Express een paar kranen zien. Nieuw 2025 staat erbij. En dan spreken we over de twee nieuwe achtbanen. Namelijk een dubbele single rail coaster. De dubbele achtbaan die normaal dit jaar had moeten opengaan, maar uitgesteld is naar volgend jaar. Maar ondertussen is de bouw van deze twee nieuwe achtbanen ook vol een bak van start gegaan. Eind 2023 toonde Walibi Holland al de eerste beelden van de nieuwe achtbanen. In Amerika werd de nieuwe achtbaan gefabriceerd door de firma RMC, oftewel Rocky Mountain Construction, die ook Untamed verderop in het park heeft gebouwd. Er komen dus twee banen van het zogeheten Raptor Track en de ene achtbaan zal een familieachtbaan worden, zonder inversies, en de andere achtbaan wordt een heftige achtbaan met inversies. En zoals gezegd komt de achtbaan te liggen tussen Goliath en Express. Na de kerstvakantie werd er al volop gebouwd voor ruimte te maken voor deze nieuwe achtbanen. Daarvoor werden een paar oude gebouwen afgebroken. Deze nieuwe achtbanen komen te liggen in weer een compleet nieuw themagebied. Dus ze worden geen onderdeel van Speedzone of wat dan ook, maar het wordt een compleet nieuw themagebied. Welk themagebied weten we nog niet. Wat de naam gaat zijn van de single rail coasters weten we ook niet, maar dat komen we de komende tijd wel te weten. Ondanks het twee aparte banen zijn, zullen ze wel een soort van verbonden zijn met elkaar. Want ze vertrekken gelijktijdig en komen gelijktijdig terug aan in het station. En onderweg kun je elkaar bijna aanraken. De ene baan is dan voor de mensen die het rustig willen houden. De andere zorgt voor heftigere sensatie. Ja, vanaf vandaag kunnen we Playground dus gaan bezoeken in Walibi Holland. Volgende maand ga ik ook naar Walibi Holland. En ja, dan ga ik het hele gebied een beetje beoordelen. In een vlog natuurlijk. Maar ja, wat vind ik ervan? Ja, het heeft natuurlijk dezelfde uitstraling als ja, de rest van het park. Niet zo mooi. Dus ja, ook dit zal gewoon ja, felle kleuren zijn. Niet zo de mooiste thematisering die je kunt bedenken. Maar ja, het is nu hetzelfde als de rest van het park. Eigenlijk alleen Walibi Playland is nu nog wat het was. En de zone bij het Reuzenrad en de Main Street. Dat zijn de enige zones in het park die nog niet onder handen zijn genomen. Maar ja, nu officieel WAP Plaza bestaat nu ook niet meer. Het is nu Playground. En ja, de attracties die dan een kleine makeover hebben gekregen, behalve dan Speed of Sound, die ziet er dan nog ongeveer hetzelfde uit als hij was. Het is nu enkel nog wachten op Yummy Tummy. Ja, tot dat touw open gaat. Maar ja, dat zal ook nog wel gebeuren. Een van de komende tijd, dat zal niet zo lang duren, heb ik het idee. Maar dit is in elk geval de video van vandaag. Like als het leuk was. En ja, kunt Walibi Holland eens bezoeken en eens zien wat je vindt van het nieuwe themagebied. Of het een beetje bevalt, dat ga ik ook zien volgende maand. Maar nu ga ik de video afsluiten. Dus ik zie jullie bij een volgende video op Brave Rides. En ciao.